Hey mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij de derde challenge van de Indie Robot Games. Ja, vandaag mogen we gaan beuken. Ik heb even het reglement erbij. Nou, dit is echt mijn favoriete item. Dat is de GoPro denk ik. Dat is de GoPro die uitgaat. Oké, even kijken. Challenge 3, de kreukelzone. Test je robot op impact. Het doel is vrij simpel. Druk het blikje zo plat mogelijk. De afstand die je nodig hebt voor de aanloop mag je zelf bepalen. Spelregels. De robot moet altijd voldoen aan het reglement voor de echte combat evenementen en zoals gewicht en dergelijk. Binnen dat reglement is het toegestaan aanpassingen te maken. Zie HTTP in die Robot Game Power reglement. Even kijken. Punt 2. Het wapen van de robot moet aantoonbaar geblokkeerd en of uitgeschakeld zijn. Punt 3. Het is niet toegestaan het videomateriaal dat je inzendt te bewerken laat staan versnellen. Het besturen van de robot gebeurt door één persoon, welke op één plek blijft staan. Punt 4. Punt 5. Filmen vanaf de linkerzijkant, bij voorkeur met behulp van een statief, vaste camerapositie. Het blikje moet leeg zijn. Proost. Oké. Woe. Lekker man. Het is toegestaan een opstaande rand plaat te plaatsen mocht de robot alleen hellende en of ronde vlakken hebben aan de voorzijde. Let wel dat de robot hierbij binnen het maximale gewicht blijft. Pardon. Hebben we al. Het gebruikte blikje moet een standaard 33cc blikje zijn. 11 cm hoog en 6,5 cm in diameter. Hebben we. Oké. Laten we het gaan doen. Oké. Ja. Hij heeft wel een soort van indeuking gemaakt. Ja, dit is was niet helemaal in de roos, zeg maar. Dan moet ik er nog één leeg drinken. Ja. Dat kan zo niet, hè? Oh. Wat bedoel ik? Dit is echt niks voor nodig, hoor. Nou, wacht even dan. Deze dan. Rechtop. Zo, ja, dat is goed. Maar pas op, hij is wel leeg. Maar hij is natuurlijk wel, hij heeft nog wel drijfgas, denk ik. Oh nee, niet echt. Oké. En nou zo. Oh, Dirk, jongen. Daar had ik die tank kapot, man. De tank kapot. Ja, ik kan me zeggen, dit is natuurlijk ook best wel een tank. Ja, dit kom je er niet op. Nou, dit is een taai hoor. Ja, dat is logisch. Dat is een drukvat. Erop, hè? Ja, het blikje. Hey. Oh, nou is hij wel weg. Nou, dat was het weer voor vandaag. Oké. Maar waar het eigenlijk dan om ging? Nou, dit is toch best goed gelukt. Hij is echt wel plat, hoor, deze. Kijk, Erik. Zie je het? Heb je het gezien? Ja, vind je van? Ja, de platter kan die toch niet of wel? Ja, hij kan wel platter. Maar... Ja, nou is hij toch echt wel platter hoor. Zie je? Ja, je moet hem nog een beetje nabewerken. Je hebt gewoon geen gas gegeven, joh. Ja. Hé, hey, deze. Die is ook wel goed plat. Ja, die moest eerst kijken, er komt nog een beetje van die reiniger uit.
Ja, dat is wel weg, dus daar heb ik toch wel iets meer. Ja, die was leeg, die deed niet meer. Ja. Ik kan het me bijna niet voorstellen, maar zou er iemand zijn die het beter kan? Nou, check even de link in de omschrijving voor de andere inzendingen. Ja, ik vond het helemaal niet slecht. Ja, als jij nou denkt dat je het beter kan, dan moet je het vooral even laten zien. Stuur je video in en dan... Tot de volgende. Tot de volgende. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.